Kun je mij er iets over zeggen? Want hij weet er toch meer van dan ik heel vaak. En dan zegt hij altijd alleen maar, hou het kort. En dat is dus handig. Want Shiva is na deze opwindende dag toe aan een joint en aan een glaasje. En ik zal het dus kort houden. Laat ik een paar dingen zeggen. Ik vind het altijd ongelooflijk wanneer mensen vanuit hun passie en hun hartstocht kunst verzamelen. En dat tenslotte openbaar maken. Het is een beetje de omgekeerde weg. Wij zijn gewend dat wat als kunst in musea hangt, door ons allemaal wordt betaald. Nee, dit zijn hele bijzondere particulieren die hun hart volgen en hun passie. En wanneer ze genoeg hebben, zeggen, kom dat zien. En dat is ontzettend bijzonder, Ben Dronkers, dat jij dat hebt gedaan. En dan op een manier hebt gedaan waardoor het ook niet een beetje blijft de hobby van een enkeling, maar om dit museum zo prachtig op te knappen en zo professioneel in te richten, dat is iets waar wij nu allemaal van kunnen genieten. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het tweede dat ik het zo graag wou doen, is omdat ik zowel in mijn persoonlijke leven, vanaf ik denk mijn 22e, tot op de dag van heden, de genoegens van een joint of een pijpje heel erg op prijs stel. Ik inhaleer ook. Ik kijk erbij te horen dat je dat niet doet, ik dus wel. En dat is mijn persoonlijke verbondenheid met dit onderwerp, want daar heb ik al heel veel vrolijke en ontspannen avonden aan te danken gehad. En met vrienden, met mijn geliefdes, want ook mijn vroegere geliefdes deden dat natuurlijk met mij. Dus ik heb er een persoonlijke band mee. En in de derde plaats heb ik een groot deel van mijn politieke leven besteed aan dit onderwerp. Aan de vrijmaking, aan de decriminalisering van drugs. Dat heb ik als minister gedaan, want ik was minister van Welzijn en Volksgezondheid naast de cultuur. In een tijd dat in Nederland nog mogelijk was. Dat wij een beleid hadden waarop we trots konden zijn. Waarbij we dachten, kijk naar Nederland, kijk naar ons succes. Want vergeleken met andere landen was het geliberaliseerde drugsbeleid in Nederland een wimpel op ons volksgezondheidsbeleid. Want in Nederland was het aantal doden stukken minder dan in landen waar het beleid restrictiever was. Ik was trots op dat land. Toen ging ik naar het Europese parlement. Ik werd chair van de commissie openbare vrijheden. En I became the spokeswoman for drugs van de Social Democrats in the parliament. Maar toen wist ik het wel. Want dat was de hardste strijd die ik ooit heb gestreden. En in the first place my Scandinavian colleagues and even my also in my social Democrats delegation, the Scandinavians were incredible. Their fear, and I said it especially to Mr. Stoltenberg, my former colleague, comrade. Who is an exceptional person to be in favor of a liberal policy for drugs in your context. Dit is een held. You are a hero. En dat is mijn ervaring in het Europese parlement, dat iemand als meneer Stoltenberg deze opvattingen door de jaren heen durft te hebben. Ik kan zeggen op grond van mijn ervaring, u bent een ongelofelijke persoon. En wie niet more persons like Mr. Stoltenberg. Ik moet je zeggen dat behalve mensen het ook fantastisch is om hier te zien aan de muren wat er hangt. Jullie hebben in de oude situatie al meer dan 100.000 bezoekers per jaar.
Nou, daar zijn heel veel gesubsidieerde musea ontzettend jaloers op. Dat is werkelijk erg veel, kan ik zeggen uit mijn ervaring. Ik feliciteer jou, Ben Dronkers, en jou, Shiva, want ik weet hoe hard je ermee bezig bent geweest, met dit prachtige museum waar je kunt genieten, waar je kunt leren, waar je kunt zien wat een aloud gebruik dit was en waar voor het bijzonder is dat jullie ook de awards, ik zag Freek die vandaag een award heeft gekregen, Freek Polak en meneer Stoltenberg natuurlijk ook, de award winners. Ik hoop dat we steeds meer mensen hier en elders krijgen die tot de verstandige opvatting komen dat alleen de internationale maffia gediend is met een restrictief drugsbeleid. Leven de vrijheid! Hey!